Denise, de stare-down zit erop. Wat zag jij in jouw tegenstander? Ja, ik met de stare-down vind ik dat het gewoon heel intens om dan echt in iemand zijn ogen te kijken. En dan zie ik al een bepaalde energie van ik denk, ja, I got you. En dat had ik precies. Ik keek haar in de ogen en ze wist niet hoe snel ze weg moest kijken. En ik voelde respect en dat voel ik eigenlijk altijd wel. Maar ik voelde dat ergens, dat is al die eerste battle. Als jij eerder wegkijkt, dan weet ik al van, okay, got you. Hey, Parijs heeft een Nederlands tintje gekregen. Ja. Ja, sowieso een aantal jaar geleden mochten we niet eens cage fighten in Parijs. Dus dat we hier al zijn en dat we met drie Nederlanders hier zo sterk staan en zo sterk vertegenwoordigd MMA vertegenwoordigen over de hele wereld. Dat is al gewoon iets heel speciaals. Dus ja, de Bellator kaart hier in Parijs. En je voelt ook, het is al uitverkocht. Dit wordt echt een hele mooie Nederlandse avond. Hoe werk jij nu naar jouw gevecht toe? Want je bent in het hotel. Ben je dan de hele dag op bed aan het liggen? Let je nog steeds op je eten? Hoe gaat dat? Ja, ik let wel nog steeds op mijn eten. Ook omdat je natuurlijk al die weken zo gezond hebt gegeten, eet ik natuurlijk gewoon ook nog steeds gepast. Wel iets meer dan voorheen natuurlijk. Maar ja, vooral veel rusten, focussen. Ik vind het zelf altijd heel fijn om oude filmpjes te kijken van oude vechtwedstrijden. Wat me dan inspireert. Ik heb toevallig net de wedstrijd van Hesti tegen Sam Schild teruggekeken. Weet je, dus ik vind dat leuk om dan weer even terug in de tijd en alvast een beetje in die vibe te zitten. Maar ook, wat ook wel echt heel belangrijk is, is even eruit stappen zoals nu en even gewoon een leuk gesprek met jou voeren. Wederzijds. Morgen, met wat voor gevoel en tactiek ga jij de wedstrijd in? Ik ga echt, zeg maar eigenlijk om het met woorden te beschrijven, ik ben heel erg hongerig. Ik ben heel erg gefocust om deze keer, en ik kreeg net ook kippenvel bij de toespraak van Kurt. Die laat altijd de wedstrijdvechters even een soort pep talk krijgen. En die zei, don't leave it in the hands of the judges. En dat is echt precies wat ik ga doen. Want elke keer als ik dat heb gedaan, hebben de jury heeft het net even niet in mijn voordeel. En nu ben ik zo hongerig en zo gebrand om het niet in de handen van de scheidsrechters te laten vallen. Dus dat betekent voortijdige winst voor mij. Simpel gezegd, je gaat echt wel voor die KO. Juist. Ja. Dat is duidelijke taal. Heel veel succes morgen en we gaan met z'n allen massaal kijken.